Kerst, dat zijn kerstbomen, kerstmannen, rendieren en heel veel lichtjes. Sommige mensen, zoals Heinz van Parijs en zijn vrouw uit Eken, gaan daar heel ver in. Zij versieren hun huis en tuin en stellen dat tentoon voor iedereen. Ze doen dat dit jaar al voor de 16e keer. Maar ik probeer altijd een ander concept. Alle jaren komt er iets nieuws bij. En daar probeer ik de gezellige kerst probeer ik zo te houden. Dat Heinz en zijn vrouw de inspanningen dit jaar nog hebben gedaan, mag een klein wonder heten. Want de grote tent, waar tijdens de kerstperiode heel wat evenementen in plaatsvinden, heeft de storm van 2 november niet doorstaan. Op een bepaald moment zat de moed in de schoenen. En toch al mijn vrienden hebben hier de dag nadien alles komen wegnemen. De verzekering van AXA heeft gewoon gezegd van kijk, je moet er niet naar kijken, wij komen ertussen. Op 5 dagen tijd was alles geregeld, nieuwe tent besteld voor de eerste keer. En dan zijn we opgevlogen met een aantal mensen. En ik zeg het, op 3 dagen tijd was er echt vrij veel gedaan. Iets wat ze graag horen bij het kinderziekenhuis en het revalidatiecentrum van het UZ Gent. Want de opbrengst van iedereen die tijdens het bezoek iets eet of drinkt, gaat volledig naar daar. Kijk, de 21 december is het nu feest in het UZ. En dat is voor de kinderkliniek en voor de revalidatie K7. En daar worden er allemaal cadeaus die dus gevraagd worden door het UZ zelf. Dus daar gaan wij erachter. Wie zijn steentje wil bijdragen en genieten van de kerstsfeer, die kan nog tot 6 januari langsgaan. Er staat nog heel wat op de planning. Volgende week is het Andy Live die optreedt, de zaterdag. De vrijdag door het landelijke Hilde, het Landuit en het Scholken, die organiseert de tractordienst. Dus die hebben gezorgd voor allemaal last hier te komen. Dus dat zijn 70 tractors die allemaal verlicht zijn in kerstverlichting. Dus al wie dat wil komen, mag komen.